organiserende van Veilig Verkeer Nederland afdeling Hardenberg vandaag een opfriscursus rijvaardigheid voor ouderen. Kun je mij vertellen wat jullie vandaag allemaal doen? Het is een heel goed programma. De ouderen die gaan vandaag rijden in hun eigen auto met een instructeur ernaast. Daarnaast is er een ogentest, een orentest. De apotheker die geeft een lezing over gebruik van medicijnen en de invloed daarvan op de verkeersveiligheid. En er is een instructeur die geeft uitleg over de nieuwste verkeersregels, de verkeersborden. En geeft antwoord op alle vragen die de cursisten misschien hebben. Het leeft momenteel echt, hè? Ja. De opgave voor deze cursus was heel groot. We hebben zelfs mensen op de wachtlijst moeten plaatsen. We krijgen steeds meer een maatschappij waarin de ouderen gevraagd wordt om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven. En aan de zelfstandigheid is natuurlijk ook verbonden het vervoer en de mobiliteit. En dan moet het wel veilig zijn als de mensen de weg op gaan. Rijdt u nou nog elke dag? Eigenlijk wel. Elke dag, ja. Dus voor u is dat bereidwijs eigenlijk heel belangrijk, want u blijft daar mobiel bij. Ja. Inderdaad. Kunt u mij vertellen hoe lang u uw rijbewijs al heeft? Ik heb hem op 18-jarige leeftijd heb ik hem gehaald. Nu ben ik 86. 86 jaar. Dus, maar kunt u mij vertellen hoe dat ging in die tijd, toen u uw rijbewijs haalde? Ja, dat ging heel eenvoudig. Je ging met de auto naar de rijexaminator. En dan reed je eigenlijk in Hogeveen, was dat, daar heb ik het gehaald. En dan maakte je een rondje om de kerk, 3-4 minuutjes. En dan was het klaar. U raadt het aan anderen? Ja, zeker weten. Je steekt er altijd wel wat van op. Hè? Ja. Ik bedoel, ik heb net auto gereden, ja, die meneer die zegt... U knippert eerst en kijkt dan, maar u moet eerst kijken en dan knipperen. Ja. Het was leerzaam? Het was leerzaam, dus ja zeker. Ik kan er in ieder geval rekening mee houden. Dus, Raadt het u iedereen aan? Ja, zonder meer, ja. Ja. Maar als mensen meer informatie willen, waar kunnen ze daar naartoe? Ze kunnen, Veilig Verkeer Afdeling Hardenberg heeft een website en ze kunnen ons dus op het web vinden. Maar ze kunnen mij ook altijd persoonlijk proberen te bereiken.